Rio aan de Rijn, het voormalige Antilliaanse zomercarnaval, was een jaarlijks evenement. De organisator Wil Klooster vertelt over het ontstaan en de ondergang van het mooie evenement. De opkomst en ondergang van het zomercarnaval in Arnhem, Rio aan de Rijn. Ja, dat was wel altijd heel mooi. Dat was een prachtig feest. Dat en dat heeft u georganiseerd voor het eerst? Ja, ja, dat is altijd, laat ik dat ook even duidelijk maken, vrijwilligerswerk geweest. Ja. Na het stoppen ervan heb ik ook gelezen dat de organisatoren hun zakken goed gevuld hadden. Waar dat idee vandaan komt, weet ik niet. Want iedereen die er echt aan meegewerkt heeft, heeft geld meegebracht. Omdat het, zoals je zegt, een prachtig feest en dus ook een prachtige hobby was. Ja. Maar het was wel eigenlijk fulltime werken. En nu gebeurt er helemaal niks meer hier in Arnhem? In Arnhem gebeurt niks meer, ja. Dat is een beetje het noodlot van Arnhem. Er kan soms even iets en dan strandt het en daarna komt het grote niets. Ik heb wel eens het idee dat dit soort evenementen in Arnhem wat minder kans krijgen. Want het komt, ik noem het toch een beetje uit het volk. En ja. Arnhem heeft een traditie natuurlijk van besturen van bovenaf. Dat is eigenlijk een beetje opmerkelijk, omdat Arnhem toch een stad is met heel veel echt gewone mensen. Het is na Den Haag de stad met de grootste inkomensverschillen en een groot deel armoede van Nederland. Maar van 30.000 euro in het jaar was het echt heel moeilijk om een evenement als Rio aan de Rijn, waar 120.000 mensen op afkwamen, om dat overeind te houden. Ja, dat moet toch zo'n stad op de kaart zetten? Ja, er komen zoveel mensen van Nederland en misschien wel zelfs over het land naar ons toe. Ik kan je vertellen dat het internationale bekendheid had. We zijn zelfs in een groot Belgisch toeristenblad als een van de vijf topattracties van de zomers in Nederland uitgeroepen. En ook een blad als het beste uit Reader's Digest, dat nog altijd een hele grote oplage heeft, zo'n 400.000. Daar stonden wij als grote zomertip in. Niet dat er mensen wakker van geworden zijn in Arnhem, maar het had denk ik toch een bredere uitstraling dan altijd maar ook problematisch georganiseerd evenement als een modebiennale. Wij zijn begonnen op de Korenmarkt met Rio aan de Rijn als eigenlijk een half-half feestje. En ons organisatiebureau had voor de 480ste keer zo'n rock'n'roll feestje neergezet. En toen zei ik van, weet je wat, het is een zomerfeestje, laten we er een zomers feest van maken. Kon nog de helft van het programma veranderen. Ja. En daar hebben we dus een Caribisch evenement van gemaakt. Met echt hele leuke groepen, een ska-groep uit Engeland, het kon toen allemaal. Ja, daar kregen we zo ontzettend veel goede reacties op, dat we zeiden, daar moeten we mee doorgaan. We hadden een showbandje ingehuurd uit Eindhoven, een samba-band. En die startte bij Vroom en Dreesman. Ja. En die moest op de zaterdag door de drukke winkelstraat aandacht gaan trekken naar de Korenmarkt toe. En mijn assistente toen, die belde op bij V&D van haar, zegt, het is vreselijk, er staan hier 3000 mensen en die vinden het allemaal een rot optocht. Ja, maar het is geen optocht. En, maar dat is Arnhems, je hoort er niks van en ineens staat iedereen daar. En toen hebben we ook gezegd van ja, als die mensen een optocht willen, dan krijgen ze een optocht. Dus het jaar erop zijn we een optocht begonnen om er echt duidelijk te maken dat Arnhem een swingend stadje aan de Rijn was. Dat is wel heel zonde dat niet meer. Waarom is dat? Er is toen een dodelijke schietpartij helaas heeft er plaatsgevonden. Ja. Is dat de reden dat het is gestopt? Dat is eigenlijk de aanleiding geweest. Maar wat ontzettend zonde zeg. Dus het is allemaal, daardoor is het eigenlijk toch uiteindelijk gestrand. Door een ruzie op Curaçao is het uiteindelijk gestrand in Arnhem. Ja. Maar waarom, u pakt het niet meer op? Wie heeft het... Nou, laat ik zo zeggen, we hebben altijd gezegd, Rio aan de Rijn is pas geslaagd als we beginnen op de Korenmarkt met onze parade en we eindigen in een vol Gelredoom. Want zo gaat het in Rio ook natuurlijk. Nou is Arnhem geen carnavalstad. Maar je moet een droom hebben, een overdreven doel om in beweging te blijven. En ik had het idee dat we nog niet eens aan een stadsgrens waren. Dus er was echt nog een heleboel te bedenken, was een heleboel te doen. Als je die tegenslag had kunnen overwinnen. En die had je kunnen overwinnen als je een veel steun in de rug had gekregen met een goede machine. Ja. Ja. Dus dan ga je wel nadenken van, ja, hoe moet het verder als je niet, ondanks het duidelijke succes, als je niet die steun krijgt van de gemeente die je zou willen hebben om je programma mooier te maken, je programma aan te passen, je beveiliging meer aandacht te kunnen geven. Dus dat speelde al in ons hoofd en toen kwam het dramatische moment dat iemand die echt helemaal in de war was. Ik heb de rechtszaak ook gezien. Ik heb de man zelf ook nog gezien op het moment, of kort nadat hij geschoten had.
op het plein. De man is, zoals ik eens gezegd heb, een idioot met de hersens van een garnaal. Die komt een ruzie van 12 jaar eerder op Curaçao, komt hij op het plein, vol plein, spelende kinderen, zonnige mensen op de tribune, komt hij een arm afrekenen. Ja, daar kun je... eigenlijk kun je daar Rio aan de Rijn niet op afrekenen, nee, natuurlijk. Nee. Dat is ook wat een heleboel mensen uit Antilliaanse kringen niet begrepen hebben. Die zeiden, we gaan toch door, je laat je toch niet op de kop zitten door één zo'n incidentje. Ja. Voor ons is het geen incidentje, voor ons is het natuurlijk wel ook een kogel in je eigen hart.